We rijden in de S63 AMG met 900 Nm koppel en 585 pk. Daar zit een limiter op die pas bij 300 km per uur zijn werk doet. En wat hebben we eraan? Niet zoveel. We zijn nog steeds in Amerika. Daar waren we al voor de Smart. We waren in LA, autoshow ook. Dat hebben jullie allemaal kunnen zien in mijn vlog. Hebben jullie ook kunnen zien op autovisie.nl. Dat is nog steeds Erik van Vuren. Ik ben Werner Budding en ik ben blij met jullie te zijn. En dat is de auto voor de komende dagen. We gaan namelijk naar Key West. Gestart in Homestead, dat is een plaatsje ten zuiden van Miami. En Key West, dat is een eiland aan het eind van de Key Archipel, de Keys. Dat zijn een heleboel eilandjes aan elkaar geregen door middel van bruggen en wegen. En die moet je eens in je leven gereden hebben, dus dat gaan wij doen. En dit wordt dan uiteindelijk een televisieproductie. We gaan weer aan de gang met televisie, dat jullie eerder ook al verteld. Het is nog altijd niet helemaal zeker, maar ik denk dat het goed komt. En op het moment dat het goed komt, hebben we meteen wat mooie items. En een daarvan is dus Key West met een Mercedes S63 AMG Convertible. En Erik is alles, al het mooie er alweer aan het affotograferen. Zie je dat? Een hongerige jongen, fotograferen, filmen, druk, druk, druk. Dus daar kan ik jullie mooi eventjes van maken. Het is hier echt heel gaaf. Misschien ben je er een keer geweest. Je kunt hier fantastisch vis eten. Als je de tijd hebt, kun je ook achter op zo'n boot met een hengel in je hand vis vangen. En verder is het er Amerika, maar dan op zijn best. De Sunshine State, zo noemen ze hem ook wel. Florida. En het lekkerste van Florida is dan volgens mij de Keys. Dit is het verhaal van de Keys. Een enorme brug die weer een van de eilandjes met elkaar verbindt. Als een soort van ketting vanaf het zuiden van Florida helemaal naar Key West. Zuidelijkste puntje. Zuidelijkste puntje ook van de Keys. Ook van Amerika's vasteland. Hawaii ligt lager. Maar dat Key West dat ligt dan uiteindelijk maar een 90 mijl van Cuba vandaan. Maar wat is nou het verhaal? In 1935 was hier een mega orkaan en die blies alles weg. Heel veel doden, meer dan 500. Wegen weg. En deze weg, die was er niet. Uiteraard, die is vrij nieuw. Althans, niet heel oud. Maar wat was er dan wel? Een treinverbinding vanaf Homestead helemaal naar het zuiden. En die treinverbinding die sneuvelde. Maar wat bleef er over? Hier en daar een stukje van die brug. Kijk, heel smal. Te smal om normaal overheen te kunnen rijden, hè, met een auto. Maar je ziet het, hier ontbreekt wat, daar in het midden ontbreekt. Daarna ontbreekt een enorm stuk. Dat zie je ook in het televisie-item wat we hier aan het maken zijn. Wat inmiddels gemonteerd is door Erik. Hij gebruikt dus een drone, zoals jullie weten. En door de hoogte zie je dat er wat brugdelen ontbreken. Die storm destijds meer dan 320 km per uur. Niets bleef overeind. Maar deze schijnt er tegen bestand te zijn. Mooi. Nou maken we ook een reportage voor Autovisie Magazine. En er moeten foto's voor komen. Kijk eens wat hij doet. Onze held. Niet eraf donderen, hè? Oh, je hebt een gordel om. Goed, goed, goed. Prima. Niks mis mee. Ik denk dat de verzekering dekt, als je het in moet vullen op die drie regels. Ja. Omschrijf de situatie. Rechts achterover gedonderd. Wat deed hij daar? Ja, dat vragen we ons ook af. Hé, wat wil je? Niet te hard? Niet te hard, gewoon kilometer of 50. Oké, 150? Ja, 50. 50. Alleen even zorgen dat de achterin maakt niet zoveel uit. Alleen even kijken dat je zo min mogelijk tegenliggen ziet. Ja. Zijn er overal aan het vissen hoor. En wat dan mooi is, kijk, dit is dus de oude spoorbrug. En dan van een andere positie. Daar denderde, zeg maar, 80 jaar geleden de trein overheen. Totdat een enorme
orkaan er een eind aan maakt. Maar wat dan wel boeiend is, die mensen die hier vissen, die kunnen dus hier op vissen. En er zit van alles bij, hè? Van een bull shark tot een hamerhaai, je kunt het zo gek niet bedenken. Maar degene waar ze niet op mogen vissen, die staat ook aangegeven. En zo draagt iedereen zijn steentje bij aan het behoud van een fatsoenlijke natuur. We rijden in de S63 AMG met 900 Nm koppel en 585 pk. Daar zit een limiter op die pas bij 300 km per uur zijn werk doet. En wat hebben we eraan? Niet zoveel, niet zoveel. Het is wat drukker hier en bovendien is ook niet iedereen erover te spreken als je te hard rijdt. Want hij, hè, staat overal te loeren. En dan kom je van die kant aan. Dan richt hij zijn laserpistool door het raam op je. Ja, en dan moet je in gesprek. Dus dat voorkomen we gewoon. Staat hij, hoor. Cowboy Billy. Maar wat misschien wel boeiender is, daarachter, je kunt het nog niet zien, maar daar ligt de oude spoorbrug. Dan kun je maar een heel klein stukje op. Ik ga maar even doen. Kijk. Hup. Hij heeft er één, hoor. Ja, hoor. Zo gaat dat. Met je huurauto. 5 kilometer te hard. Afrekenen. Nou, dan gaat je lunch. Doei. Dan moet je weten dat daar Florida is. En daar, zo die kant op, de Keys, allemaal eilandjes aan elkaar en helemaal achterin Key West. Met daar dan weer achter, uiteindelijk 150 kilometer verderop, Cuba. Maar daar reden ze hier, zeg 80 jaar geleden, en daarvoor met een trein van eiland naar eiland. En later hebben ze op die trein... baan hier en daar wegen aangelegd. Ik heb sterk de indruk dat dit er ook zo eentje is, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar in ieder geval doet hij het niet meer. In de loop der jaren zijn hier, in de loop der tientallen jaren, zijn hier meer dan 10.000 mensen om het leven gekomen door orkanen. Wil je springen? 10 euro als je naar beneden springt. Hou ik je camera. Ben? Hou ik je camera vast. 10 euro. 12. Ja. Dat gaat wel gestaag op. Je durft niet, hè? Oh. Erik die bedacht zojuist, ga even op die rand zitten, maak een leuke foto van je. Dus dat wilde ik doen. Maar toen kwamen we deze jongens tegen. Flauw idee wat die doen, maar komt er nog een aan. Ja. Je denkt natuurlijk al gauw dat Mercedes dat heeft geconstrueerd om indruk te maken. Dat je met je afstandsbediening het dak kunt sluiten en openen. Maar dat heeft eigenlijk maar één doel. Als het knetterheet is, kun je hem van tevoren open doen. Of als je binnen zit en je auto staat open, maar het gaat keihard regenen. Dan hoef je er niet naartoe te rennen. Maar op een afstandje sluit je het dak in 20 seconden. Wat overigens ook rijdend kan, tot een kilometer of 60. Wat best veel is, hè? Voor een auto met zo'n beetje het grootste linnen dak dat momenteel leverbaar is op een cabriolet. Want kijk, in deze toestand, zo, rijdend, pakt hij natuurlijk heel veel wind. Dus die constructie, die moet heel sterk zijn. En die moet het dan ook liefst de hele tijd blijven doen. Kan eraf, hè? Naar beneden, weggewerkt. Dit kan ook als je een hekel hebt aan. Ik heb die omhoog. Een hekel hebt aan wervelingen. En die gaat niet alleen omhoog. Kijk, die houdt de wind tegen. Hè? Nou, ik zeg het verkeerd eigenlijk. De wind gaat er tegenaan en wappert dan over, over de hoofden van de inzittenden. En die zorgt ervoor dat je geen wervelingen krijgt.
achterin en voorin. En eigenlijk vind ik het een beetje... Het ziet er niet uit. Het ziet er niet uit. Het is ook een beetje flauw. Ja, dan wil je zo graag, dan koop je een van de dikste cabrio's die er is. En dan ga je ze jammeren. En vervolgens, wat doe je? Dan gooi je alles eromheen. Naar beneden, dat ding. Precies. En dan doe je alles eromheen alsof je dan weer geen last van de wind wil hebben. Ja, het is... Ga dan lekker een coupé rijden. Het is cabrio voor schuimpies. Precies. Key West. Is leuk. Totaal anders dan... Wat Florida. Florida is Amerikaans, groot, gedoe, waaierig. Dit is hier een soort van Spaans, een beetje Cubaans, zou je dat kunnen noemen. Druk trouwens ook. Ligt op het knots van een cruiseschip. Dat hebben ze hier dus, dat die cruiseschepen komen. En dan stroomt zo'n stadje vol. Er komen trouwens 3 miljoen mensen op jaarbasis naar Key West. Maar toch heeft het iets knus, een beetje zo dorpsachtig. Leuk sfeertje, even waarschijnlijk te maken met het weer. En allemaal van die houten huisjes, daar zie je dat ook weer. Die houten gebouwen met een veranda ervoor. Zo'n huis zeg maar wat jij en ik ook thuis willen hebben. Deze auto voor de deur trouwens. Dat is hem dus, hè, als je hem wil rijden. De weg naar Key West. Die de Highway 1, oftewel de All American Highway. En deze heeft ook zijn auto een beetje versierd. Oh. En die voorste ook, hier zo, kijk er. Stop even hoor. Goeie wielen. Er zijn natuurlijk een paar dingen die je gezien moet hebben als je naar Key West gaat. En een ervan, dat is het huis van Hemingway. Hij heeft hier eind jaren 30 geschreven. Dat deed hij nog alles. Dat deed hij dan ook hier. En dat deed hij om precies te zijn, onder andere in dit huis. Hier. Achter deze muur schrijft hij zijn boeken. Dit is natuurlijk een toeristenstek, hè. Kijk, je kunt erin, je kunt een rondje lopen. En heel bijzonder is het ook weer niet. Het is gewoon een koloniaal huis, zoals er hier zoveel van staan. En toevallig heeft er een bekende schrijver in gezeten. Maar er is nog iets bekends. Dat gaan we nu even naar opzoeken. We hebben iets gezien wat we niet goed kennen. Kijk even naar binnen. Wat zien we dan? Een interieur. Van een? Mazda? Goed zo. Echt waar? MX-5. Het is ook een MX-5. Ik wou zeggen, het is een MX-5 met een hele eigen kit. Ja. De afwerking is niet heel top. Nee. En de designer had ook een weekje vrij toen ze aan dit klusje begonnen. Hè, wat een lelijk ding. En van de achterkant leek het nog wel wat. Met twee van die bulten en dan zo'n centraal geplaatste uitlaat. En dan een wiel alsof het een E-Type is. Ja. Weet je, het is eigenlijk een beetje sneu. Want wat die auto heeft is allemaal designverwijzingen vanuit Engeland. Maar dan Japanse techniek. Ja, ik denk eerder dat het natuurlijk de ideale basis was om die... Die niet stuk gaat. Precies. Net op het moment dat we willen wegrijden, komt in één keer de eigenaar naar buiten. En er zit nogal een bijzonder verhaal achter deze auto. Het is er onderhuids inderdaad een MX-5. En hij heeft hem zelf gemaakt. En er is er dus momenteel maar eentje. Maar... Ik weet wat het is. Vertel. Het is een auto, een Renew, wordt hier gebouwd. Is er één van, niet meer, één, zo'n prototype. En de auto is gemaakt van plantaardig materiaal. Volledig van plantaardig materiaal, de hele body. Dus daarmee krijg je een soort van bijna CO2-neutrale auto. Al dus de eigenaar, maar wel met uitlaten. En het bijzondere is dat Jay Leno eerdaags met deze auto gaat rijden. En wij zien hem. Ja, wij staan er gewoon alweer bij. Hey. En wat je hier eigenlijk nauwelijks ziet, ja, hier staat er anders heen, is een oude auto. Dus sowieso in Florida, Californië trouwens ook niet, daar is het nogal prettig vertoeven, financieel vooral dus ook. Hier in Florida zijn dan veel gepensioneerden, maar vooral ook heel veel mensen met geld. En dan, ja, mensen met geld, die zijn niet zo van de oude auto's. Dus als je nou echt voor een voor oude rommel gaat, dan moet je eigenlijk meer naar het midden van Amerika. Deze staat er alleen om een beetje aandacht te vragen natuurlijk, hè.
En ze waren hier op de Kies ook niet zo heel erg in die jaren, dus ver voor de Tweede Wereldoorlog, van de auto's. Dus ze waren hier wel op een aantal eilanden, maar het overgrote deel van het transport dat verliep per trein. Totdat de boel omging door een enorme orkaan. Dat zijn ze, de boten waar je achterop zittend vis vangt. Die ook daar. Die dingen zitten dan helemaal onder de hengels. En dan uiteindelijk komen ze aan wal met 80 van die kreeften. En het bakje zit helemaal vol hoor. Steek je hand er eens in. Jij bent ook zo slecht, hè? Ik wilde wel even pakken, maar jij duwt hem er helemaal in natuurlijk, hè? Nogal visjes hier in het water en pelikanen, maar ik zag volgens mij ook zo'n deze hier beneden. Kijk Erik, hier. Deze zijn groot hoor, die hier zitten. Ik denk gauw 1,30 meter is. Wij rijden in een S-AMG, maar de auto waarin je de Kies eigenlijk hoort te doen, dat is deze. Een Ford Mustang, convertible. Meer heb je niet nodig. Fantastische auto. Het is alleen wel een beetje de Opel Astra van Amerika. Heel erg. Iedereen heeft hem. Ja. En als die het niet is, dan heb je een Camaro. Ja. En terecht. Ik zou het ook doen. Ja, toch? Als je hier nou bent. Je gaat hierheen op vakantie met je meisje of weet ik veel met wie. Ja, en je moet een uur de auto huren. De zon schijnt hier altijd. Moet echt zo'n ding hebben. En 9 van de 10 keer is het echt 10 euro duurder dan een Opel Astra. Ja, bedoel ik. Het is niet te geloven, maar zo mooi als het hier is. Zo smerig is het eten. Onwaarschijnlijk hoe ze hier in Amerika de boel weten te verzieken als het gaat om eten. Het is veel en het is vet. Zelfs de verse vis hier uit de Golf van Mexico. Daar gooien ze zulke smerige zooi overheen dat het alsnog wordt gekracht. Onwaarschijnlijk. Vind jij ervan, van het eten hier? Ik ben altijd heel blij om hier te zijn, wat lekker is en het is leuk. Maar dat is wel een van de redenen om echt heel snel naar huis te gaan. Naar je moeder, hè? Lekker moederprakje. Nee, als je een verse juice bestelt, dan is hij niet vers, dan komt hij uit een pak. En dat vinden zij vers. Ja. Kijk, de Conch Avenue. Dat is wel weer leuk. Met Key West noemen ze Conch Republic. Dat is afgescheiden van de rest van Amerika. Vinden ze zelf. Onofficieel. Gaan ze natuurlijk nooit voor elkaar krijgen. Want strategisch nogal een belangrijk punt. Maar ze vinden daar dat ze, net als Baskenland en de Catalanen in Spanje, dat hun omgeving van hun is. Dat is overigens ook weer niet mega ruim hoor. Prima een paar kinderen kwijt. Oh, klepje gaat open. Dit is oké. En die bak hier, daar zit een dak in. Een andere plek waar je zeker naartoe moet is Truman Annex, oftewel de Little White House. Het is gebouwd in 1890 aan de waterfront, oftewel hier aan de achterkant. Eigenlijk het einde van Key West en dan het begin van zowel de Golf van Mexico als de Atlantische Zee. En het is in 1890 neergezet en vervolgens hebben er een heleboel presidenten van Amerika gezeten. De een wat langer, de ander wat korter, voor vakantie of om aan te sterken. Truman was hier om aan te sterken. Hij zat hier 175 dagen en toen de man overleed, hebben ze het naar hem vernoemd. Nadat het overigens eerst jarenlang verlaten en gammel erbij lag. Ze hebben het opgeknapt, een oude luister hersteld en nu is het de enige plek waar het rustig is op Key West. Het is hier overal druk. Je hoort het, hè? Sirenes, miljoenen toeristen per jaar, een gekkenhuis. Behalve hier de Truman Annex. Het is een prachtig buurtje vol met koloniale houten huizen.
En stilte. Totale stilte. Behalve dan in de verte zo'n sirene. Mocht je nou op een of andere manier hier een keer terechtkomen. Ik hoop voor dat het gebeurt, want het is de moeite waard. Moet je echt even naar deze bar. Sloppy Joe's. En die, hè, dat moet je ook zijn geweest. De beroemde boei die het zuidelijkste puntje van het vasteland van Amerika markeert. Staat er ook op, hè? The Coins Republic. Ze hebben zichzelf in 1982 hier de onafhankelijkheid over zichzelf afgeroepen. Wat natuurlijk nergens geslaat. Ze zijn helemaal niet onafhankelijk in Key West. Maar maakt niet uit. Het idee is aardig. En daarachter zie je dan de enorme communicatiebollen in de verte. Waar uiteraard Cuba mee werd bespioneerd en afgeluisterd. Mooi licht, jongen. Zo, hè? Ja. Wat willen we? Doe die wacht maar. Het is uiteraard niet te zien, maar daar en dan iets meer dan 90 mijl verder, dan kom je uit in Cuba. Hey. En nou zijn ze tegenwoordig heel klein beetje weer vriendelijk aan het doen tegen elkaar, Cubanen en de Amerikanen. Dan kun je je voorstellen, decennia lang was dat haat en nijd en meer dan dat. En dan zat daar dus eigenlijk niet zo heel veel tussen en dan trokken de inwoners van Cuba nogal eens in een gammel bootje deze kant op. Zoals dat nu gebeurt vanuit het Midden-Oosten naar Europa. Dit is wel de betere plek, hoor. We waren er net aan de andere kant van het eiland, daar waar de drukte is, de uitgaansgelegenheden. Dat is heel hectisch, hoop gekkigheid, hoop herrie. En hier zitten dan de betere hotels. Met automatisch ook ietsje minder herrie. Of opgaat. Deze auto past daar dan trouwens wel weer bij ook. Nou, wat een fijne plek, zeg. Hier. Het is het ritje van 200 kilometer natuurlijk wel waard. Een van de tientallen bruggen. Dat is dan wel weer het nadeel. Ze hebben allemaal hele leuke hotelletjes en dingetjes hier. Ze liggen alleen altijd aan die weg. Dat kan ook niet anders, want de eilandjes zijn echt heel smal. Soms is het alleen maar weg die over een stuk land loopt. Maar ja, dat is ook alweer Amerika, hè? Dat hoort er een beetje bij. Auto's. Een land dat meer begaan is met auto's bestaat er niet. Je kunt hier ook overigens niks in Amerika zonder auto. Het is natuurlijk ook wel weer fijn, hè? Als je hier zit. 'S Ochtends eventjes een vis vangen. En dan de rest van de dag een beetje in de zon liggen. Nou, geniet er maar even van. Doen wij ook. Niet lang meer. Vanmiddag vliegen we terug. Dit is een mooi moment om er een einde aan te maken. Bedankt voor het kijken. Volgende week ben ik er natuurlijk weer met de BMW 5-serie vanuit, ik meen Estoril. In ieder geval Portugal. Die gaat terug naar de rechtmatige eigenaar. Vind ik eigenlijk best jammer. Prima mee leven. Inclusief dit weer. Erik? Die, hè? Bedankt voor het kijken. Bye bye. Tot volgende week.